Wij gaan op 13 maart zingen als hoofdwerk. Dat is het Requiem van Dureflee. En dat is een zeer bijzonder stuk, gecomponeerd door Maurice Dureflee. Het is een werk voor koor en orgel, maar ook een cellist is erbij. Het wordt niet vaak uitgevoerd, hè? Nee, volgens mij is voor het eerst dat Sism Corda dat gaat uitvoeren. Ja. Ja, we gaan ook nog op het Dureflee duurt ongeveer 40 minuten, dus dat moet wel iets bij natuurlijk. Toen hebben we gedacht van, nou, Henk Linker is ook aanwezig, dus zeer bekend hier in Almelo. En die gaat in ieder geval ook nog samen met Valeria Boumistrova ook nog een Agnus Dei zingen. En Henk speelt ook nog orgel solo, ook van Mendelssohn. Dat is ook een heel mooi stuk, een mooie sonate. En daarbij zingt het koor ook nog twee deeltjes uit de Elias van Felix Mendelssohn. Het gaat om Hebe deine Augen auf. Dat is een heel kort terzet, maar dat doe ik dan in de dameskoorversie. En ook nog het koraal Wer bis an das Ende beharrt. Dit gaat plaatsvinden in de Jozefkerk. Sint-Jozefkerk, dat is voor het eerst dat wij daar gaan zingen. En het leek ons wel een leuk moment om daar het Requiem van Dureflee te zingen. Omdat dat Requiem van Dureflee ook echt gebaseerd is op het Gregoriaans. En dat past natuurlijk veel beter in een katholieke kerk. Een echt Almeloos concert dan eigenlijk, hè? Ja, alleen maar Almeloos. Tuurlijk, waarom niet? Kan toch? Genoeg talent hier.